We zijn weer aan een andere kant van Vlaams-Brabant beland, meer bepaald tegen de grens met de provincie Antwerpen. We zijn wel bij een van de meest spraakmakende Vlaams-Brabants clubs te gast vanavond, meer bepaald SK Londerzeel. SK Londerzeel is een club die in de nationale reeksen uitkomt. Zo zijn er niet zoveel in Vlaams-Brabant. De trainer van SK Londerzeel is ook een bekend gezicht voor voetballiefhebbers alleszins. Dimitri Dazeleire, excuseer. Dimitri, hoe ben jij terechtgekomen bij SK Londerzeel? Ja, eerst en vooral als speler. Dus ik heb hier de afgelopen 2 jaar zelf nog gevoetbald. Nadat ik een faillissement had gehad bij Roeselare, ben ik terechtgekomen bij Londerzeel. 2 leuke jaren nog gehad als voetballer. En vorig jaar werd mij eigenlijk de kans aangeboden om trainer te worden. En van waar die stap van spelerschap naar het trainerschap? Zat dat leiderschap altijd in u? Ik was eigenlijk altijd een positieve leider, om het zo te noemen. Misschien niet de man die in de kleedkamer alles bij elkaar schold, maar wel iemand die probeerde positief te zijn en in de jonge jongens mee te trekken. Ik had ook alle diploma's, natuurlijk, wat dat wel belangrijk is in het voetbal tegenwoordig. En toen als men mij die vraag stelde, kwam eigenlijk vorig jaar vooral even uit het voetbal gaan als speler. Het is toch altijd zeer intensief. Ik zit met 2 jonge kinderen, een intensieve job. Maar dan komt ineens zo'n kans. En na een paar keer met mijn vrouw te overleggen, denk ik toch dat we die kans moesten grijpen. En ben nog altijd tot op de dag van vandaag heel blij dat ik die kans heb genomen. Waarvoor staat de trainer, Dimitri? Dat is eigenlijk ook een ontdekking voor mezelf. Hè. Je leert wel heel veel bij. Maar vanaf het moment dat je het zelf moet doen, dan is het pas eigenlijk het moment dat je jezelf ook ontdekt. Als trainer moet je heel flexibel zijn. Voor wat sta ik? Ik sta vooral iemand die elke training opnieuw de max en de positiviteit er wil uithalen. Heel veel van zijn spelers verwacht. Maar het op een positieve manier probeert te brengen. Ik heb getracht om van in het begin aanvallend voetbal te spelen. Nu goed, naarmate dat het seizoen vordert en de resultaten tegen of meevallen, heb ik ook geleerd dat je visie soms moet aanpassen. Ook wat er natuurlijk qua beschikbaarheid van spelers is. Blessures opvangen of niet, dat heeft toch echt wel een bepaalde invloed op een spel dat je wilt brengen. En ik leer elke dag heel veel bij, samen met mijn staf. We analyseren veel, we bekijken veel. Om echt al een etiket op mezelf te plakken, is het nog wat vroeg, denk ik. Ik moet nog wel wat leren. Ja, je hebt zelf als speler op het allerhoogste niveau gespeeld. Ik veronderstel dat daar wel veel invloeden in uw trainersaanpak terugkomen van het verleden, of de trainers die je in het verleden hebt gehad. God is toch wel een serieus verschil, denk ik, het hoogste niveau en dan tweede nationale. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn natuurlijk jongens die ook op het hoogste niveau hebben gevoetbald, die in deze reeks terechtkomen. Maar op het hoogste niveau heb je 8-9 trainingsmomenten in een week, waar het enkel maar om voetbal draait. Hier ben je beperkt tot 2, 3, 4 trainingen, afhankelijk van de week. Je hebt jongens die werken, die hard werken, die ook 's avonds hier komen en soms ook een beetje plezier nodig hebben. Dus laat ons zeggen dat het voor mij als trainer ideaal is om hier te beginnen. Maar om een vergelijking te maken met het hoogste niveau, is het echt niet gemakkelijk, want het zijn toch 2 totaal andere werelden. Ja, ik had het dan over de trainers die je gehad hebt. Heb je daar invloeden van opgepikt in jouw eigen trainersaanpak? Sowieso. Absoluut zelfs. Dat is een hele goede vraag. Ik heb er wel heel wat zien passeren. En van iedereen onthoud je wel iets. Ik zeg soms ook tegen onze staf van dan die deed dat of die deed dat. Dus nee, zeker en vast. En dat is ook een leidraad in je carrière. De trainers waar je zelf minder onder speelde, in mijn geval dan, daar kan ik vandaag van de dag op zeggen, ja, dat was eigenlijk geen slechte trainer, terwijl als je op die moment niet speelt, hem de pot op kan, bij wijze van spreken. Dus het is ook wel een hele andere kijk naar het verleden als trainer en als speler. Maar ik heb zeker en vast oefeningen die ik soms toepas van vroeger. Ja, bij SK Londerzeel ben je dan actief geweest als speler en als trainer. Wat maakt die ploeg zo speciaal en wat zijn eigenlijk de sterke punten of de vaste eigenschappen van SK Londerzeel? Ik denk dat SK Londerzeel eigenlijk een club is in de regio, in Vlaams-Brabant, waar dat heel veel uit te halen is.
We hebben heel veel leden als club zijnde. En ik denk dat we dat nog veel meer moeten durven uitstralen. Dat we echt wel een eerste of een tweede nationaler willen zijn en moeten zijn. De club draait op zich wel correct, maar ik denk dat er nog meer uit te halen is. Ik wil bijvoorbeeld ook het toeschouwersaantal naar omhoog krijgen. Ik denk dat er hier op commercieel gebied een en ander mogelijk is. Dit is een club die ook momenteel bestuurd wordt door een aantal mensen. En ik denk dat daar rond ook nog een groei nodig is, dat we misschien minder afhankelijk moeten worden van bepaalde zaken en meer een club moeten worden die zelf bedruipend kan worden op termijn. Ik denk ook dat er naar spelerskernen enzovoort, dat er ook nog heel veel zaken beter kunnen. Naar eigen jeugd, die we kunnen laten doorstromen. Dus Lommerzeel is eigenlijk een club waar dat heel veel mogelijk is. En ik heb het gevoel dat we er nog niet de max uithalen. Als we dan kijken naar het seizoen, ja, jullie presteren denk ik iets of wat onder de verwachtingen. Hoe kijk jij als trainer naar het seizoen tot dusver? Ja, met een dubbel gevoel. Het feit dat wij hier nog altijd zijn na een voorlaatste plaats en 11 punten, wil zeggen dat we wel op zich iets goed doen ook. Daar wil ik zeker en vast op benadrukken. Als ik zie elke week op training wat dat de jongens brengen, dan ik heb andere zaken meegemaakt als speler zijnde, waar dat er trainers heel vroeg ontslagen waren, maar waar je heel snel een gelatenheid voelde en het gevoel had van ja, hier klopt iets niet. Nu, ik denk dat men het gevoel heeft van het zit wel goed. En het gevoel heeft dat het tij absoluut te keren valt in ons positief, in ons voordeel. Maar uiteindelijk moet het echt wel gaan gebeuren. We spelen een aantal goede wedstrijden die we jammer genoeg niet kunnen omzetten naar overwinningen. En de wedstrijden waar we het dan net iets laten afweten, want we hebben ook al enkele keer een slechte partij gespeeld, ja, die verliezen we dan zeker. Dus ik zou toch wel willen af en toe aan mijn kern duidelijk maken van jongens, de speeltijd is gedaan. We zijn gegaan voor een hele jonge kern. Vorige week hadden we 10 van de 15 jongens boven het jaar 2000. Dat is jong. Vorig jaar zijn er een heel aantal ervaren jongens vertrokken. En dat voel je wel. En die transitie naar een jonge kern, dat is allemaal heel mooi en heel leuk. Maar je voelt, en ik voel dat ook wel op training, die onvolwassenheid in de groep. En dat resulteert zich momenteel toch wel in mindere resultaten. Een match waar je eigenlijk 1-0 kan winnen of een keer de nul kan houden en een keer meer doelpunten kan maken, een vrije trap op het juiste moment binnenschieten. Details, en daar gaat soms het jeugdige toch wel in de fout, is een groot woord, maar daar schieten we soms net tekort. Ja, als we dan kijken naar het nationale voetbal in vergelijking met het provinciale voetbal, het grote verschil is daar, ja, de winterstop staat voor de deur, transferperiode begint. In nationale worden daar dan vaak nog verschillende aankopen gedaan. Verwachten jullie dan als trainerstaf bij Lommerzeel ook nog een nodige kwaliteitsinjectie? Goh, natuurlijk, als je voorlaatste staat, dan moet er ook iets gebeuren. In de zin dat we weten waar het schoentje wringt. We hebben 2 spelers met creativiteit verloren. Dus op dat vlak denk ik dat we zeker en vast wel iets gaan proberen. Ik denk ook dat het bestuur het zo niet maar laten gaan. Ik bedoel, men weet ook wel dat we een aantal matchen nog moeten winnen om erin te blijven. En dat daar hier en daar wat kwaliteit bij kan, denk ik dat zij ook wel weten. En zij absoluut de nodige inspanningen voor zullen doen. Maar de jongens die er zijn, die geven alles. En ik zeg het u, het heeft een aantal keer heel dichtbij geweest dat we nu eventueel op 15, 16 punten hadden kunnen staan. Dat is net niet. We gaan nog alles tot de winterstop doen om zoveel mogelijk punten te halen. En wie weet kunnen er enkele jongens bij komen. Dan dit weekend misschien beginnen met een stunt tegen Sporting Hasselt. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Uw micro heeft alvast de goede kleuren van Sporting Hasselt en van Diegen. Dus het zal voor ons, zoals elke week, voor ons moeten wij echt op de tippen van ons tenen lopen. De toppen van ons tenen, sorry. Voor een goed resultaat te halen. En verwacht ik dat de jongens echt boven hun capaciteiten uitstijgen. En wij gaan een heel goed gameplan moeten hebben om tegen Hasselt een leuke wedstrijd te spelen, maar het blijft voetbal. En een stunt is een groot woord, maar Lommerzeel thuis tegen Sporting Hasselt, als wij kunnen winnen, dat is een zaak waar dat wij absoluut in moeten geloven. Maar dat Hasselt net iets meer in het voordeel is momenteel, in de vorm waar ze in zitten, spreekt voor zich. Ja, wat verwacht je eigenlijk van Hasselt? Wat voor type ploeg is het? Ik denk dat zij vooral enorm veel enthousiasme aan de dag brengen momenteel.
Er zit daar een heel leuk team rond. Ze hebben dan die voorzitterswissel gedaan. Alles draait een beetje rond Sporting Hasselt. Veel camera's erbij. Die ploeg zit in een hele leuke spirit. Veel supporters. En de jongens gaan daar goed in mee. Maar mijn ploeg, moet ik zeggen, dit jaar, ondanks dat ze voor laatste staan, hebben ook al echt wel straffe wedstrijden gespeeld. En daar moeten wij op voortbouwen. Dus ik verwacht dat wij zeker en vast tegen Sporting Hasselt in een goede vorm kunnen komen en die ploeg heel lastig kunnen maken. Okay. Waar eindigt het verhaal of strandt het verhaal dit seizoen alleszins dan voor SK Londerzeel onder Dimitri, trainer Dimitri? Waar mik jij op? Goh, laat ons zeggen dat de doelstelling linkse kolom was, hè, van plaats 5 tot 9. Dan moeten we even aan de kant schuiven. Ik denk dat je daar eerlijk in moet zijn. Ik ben een heel realistische coach. Ik denk dat mijn ploeg momenteel één ding in hun hoofd moet hebben en dat is ons op een veilige plek brengen. En voetbal is nog lang, hè. Dit seizoen is het nog lang. Dus dat we morgen niet ineens 7 plekken hoger gaan staan, dat weten we ook. Maar we moeten vooral beginnen bouwen aan punten pakken, liefst 3 punten. En vanaf dat wij in een veilige positie kunnen eindigen dit jaar, dan zal ons seizoen op zich met de nieuwe doelstelling geslaagd zijn. En dan kunnen we volgend jaar bouwen naar een iets stabieler jaar. Okay, dan wens ik je alvast heel erg veel succes. En ja, ik hoop natuurlijk dat jij erin slaagt om deze Vlaams-Brabantse trots in de tweede nationale reeks te houden. Absoluut, en dat moet ook voor de club. Dank u.